sportscholen luiden de noodklok. 30% van alle sportschoolabonnementen is de afgelopen tijd opgezegd. Dat zegt NL Actief, de grootste fitnessbond van Nederland. En dat is niet goed, je hoort NL Actief directeur Ronald Wouters. Dat betekent dat veel ondernemers in de rode cijfers terecht zijn gekomen. En voordat ze daaruit zijn, dan zijn we zeker een half jaar tot een jaar verder. Ze maken ons grote zorgen wanneer de heropening lang op zich laat wachten. Dan zullen er veel bedrijven failliet gaan. Ondertussen proberen sportschoolhouders hun hoofd boven water te houden door bijvoorbeeld individuele buitenlessen aan te bieden en sportmateriaal uit te lenen aan hun leden.